Ik hoorde iemand huilen, maar het was mijn baby niet, dat was ikzelf. Ik was bevallen, maar had geen kind. Zelfs met mijn man hebben we natuurlijk wel kort na die tijd wat gesprekjes gehad, maar het was toch al heel gauw, we moeten verder kijken. En dat heeft mij eigenlijk bij God gebracht. Dat ik dacht van, ik moet hier wel met God over praten. Ik moest toch wel mijn verhaal kwijt. En toen vond ik in de Bijbel de tekst uit Romeinen. God doet alle dingen meewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Het is absoluut geen tekst die je zomaar eventjes moet voorlezen aan andere mensen. Als die wat meemaken. Want die moet je zelf eigenlijk doormaken. Jij moet de ervaring hebben van, die tekst, daar kan ik wat mee.